universiteit. Nou, we volgen hier studies. Dus je kunt hier een studie gaan doen om uiteindelijk een beroep te kunnen gaan doen later. En denk dan aan psycholoog. Dan kun je gaan kijken van, oh, hoe werkt de mens en hoe denken mensen en waarom doen ze wat ze doen. Maar je kunt ook rechter worden om boeven in de gevangenis te zetten bijvoorbeeld. Of je kunt echt een specialist worden, dus dat je alles weet van een bepaald onderwerp en daar mensen over adviseren. En nou, daar gaan we het vandaag ook een beetje over hebben. Want op de universiteit wordt ook heel veel onderzoek gedaan. Dus er zijn heel veel onderzoekers die gaan kijken naar verschillende onderwerpen en gaan denken van oké, hoe zit dat nou? Hoe werkt het allemaal? En hoe kunnen we mensen helpen door meer kennis te vergaren daardoor? Nou, en ik heb hier een onderzoeker ook bij ons staan. Die gaan jullie straks ook nog heel veel zien. Die gaat namelijk een college geven. En wat is dan een college? Een college is een les. Dus wij hier op de universiteit noemen een les een college. En dan zitten we dus in zo'n zaal. Dit noemen we ook wel een collegezaal. En dan zitten we hier dus voor een aantal uur, soms 2, soms 3 uur, te luisteren naar een onderzoeker of een wetenschapper. En dat gaan jullie vandaag dus ook echt meemaken. Niet voor 3 uur, wees maar niet bang. Maar jullie gaan vandaag ook een echt college krijgen van een echte wetenschapper. Dus dat is wel heel erg vet. En dat college gaat over rampen. Maar voordat we daarmee gaan beginnen, wil ik nog even iets testen. Want ik zie dat jullie allemaal hele mooie kaartjes in jullie handen hebben. Ik zie hele mooie groene en hele mooie rode kaartjes. En die hebben jullie straks nodig. Nou, en je raadt denk ik wel, die moeten jullie straks omhoog gaan houden als jullie vragen krijgen. Dus we hebben een paar quiz-elementen erin zitten. En dan staat er op het bord een groen antwoord en een rood antwoord. En dan moet je het kaartje omhoog houden van het antwoord dat je denkt dat klopt is, dat juist is. Sorry. Maar dan wil ik even testen. Dus ik zeg een kleur en dan houden jullie een goede kleur omhoog. Ja? Is iedereen er klaar voor? Oké, top. Groen. Ik zie een paar rode kaartjes, dat klopt niet. Ja, ik zie daarachter ook 1 rode kaartje omhoog, dat klopt niet. Groen. Ja, helemaal goed. Oké, rood. Ja, ik zie weer groene kaart. Ja, goed zo. Oké, rood. Oh, rood. Ja, daar had ik jullie. Groen. Rood. Groen. Rood. Groen. Rood. Groen. 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 Ja, goed bezig. Kijk, dat doen jullie supergoed. Dan, ik zie al een paar vingers omhoog gaan. Maar het is zo dat als wij hier een college hebben als een student, dan worden er eigenlijk niet zo vaak vragen gesteld tussendoor. Zeker niet als je in zo'n hele grote zaal zit. Dus die vragen die schrijven wij altijd op. Dus probeer die vraag goed te onthouden. En we hebben straks een moment waarin je al jouw vragen kunt stellen. En misschien dat tussendoor nog wel gebeurt. Maar daar gaan we straks nog verder op in. Maar voor nu wil ik jullie voorstellen aan Kenny Meesters. En daar wil ik een heel groot applaus voor. Dankjewel Jens. Goedemorgen allemaal. Wat leuk een keer applaus te krijgen. Dat is dus een verschil. Dat gebeurt normaal nooit als ik college geef, dat er applaus gegeven wordt. Dus dank jullie wel. Fijn dat jullie er allemaal zijn. En welkom bij dit college over rampen. En daar gaan we het vandaag over hebben. Niet alleen ik, maar we gaan dat samen doen met de brandweer. En we gaan het niet alleen maar hebben over wat we moeten doen bij een grote ramp. We gaan ook vooral hebben over wat we niet moeten doen bij een grote ramp. En we gaan dat ook een beetje proberen, zometeen. Nou, ik zal even mezelf voorstellen. Mijn naam is dus Kenny Meesters. Ik werk hier op de universiteit. En ik geef les, hè, zoals in een collegezaal, zoals we hier nu bij elkaar zitten. En ik doe onderzoek. En in dat onderzoek hou ik me bezig met hoe mensen zich gedragen in rampen, welke informatie er belangrijk is, welke nieuwe technieken we kunnen gebruiken om mensen beter te helpen. En eigenlijk vind ik het ook heel leuk om thuis zelf nog een beetje te spelen met Lego. Dus ik heb heel veel spullen thuis. Je ziet ook een foto van dat ik in Legoland was, 2 zomers geleden. Dus ja, op de universiteit proberen ook een beetje af en toe wat spel erbij te nemen in de colleges. En dat gaan we dadelijk ook proberen. Nou, wat ik al zei, ik ben hier niet alleen. Want ik ben een onderzoeker. Maar zoals je ziet, ik ben niet echt iemand die mensen direct helpt in rampen. Dat doet de brandweer. Dus vandaar
dat ik ook Frits van den Berg heb uitgenodigd van de brandweer. Frits? Ja, dankjewel. Goedemorgen allemaal. Ja, geef ook even een applaus aan Frits. Dankjewel. Goedemorgen. Ja, zoals gezegd, mijn naam is Frits van den Berg. Ik werk bij de veiligheidsregio en de brandweer. Dagelijks mag ik mij bezighouden met het opleiden en het oefenen van onze collega-brandweermensen. Die naar de ramp of naar de crisis toe gaan. En zelf zit ik ook op de uitruk, zoals we dat noemen. Dus ik ga ook met de brandweerwagen mee en brandjes blussen en mensen redden. En samen met Kenny gaan we jullie een leuk college geven. Hoe dat we dat nou slim aan kunnen pakken. Ja. En even kijken, wie van jullie zou later wel bij de brandweer willen werken? Kijk, ja? Ik zie al een paar vingers. Toch wel? Kijk, dadelijk even je e-mailadres achterlaten bij Frits. Dan kun je er straks meteen aan de slag. Nou, we kunnen even een klein testje doen. Want kijk eens, deze mevrouw op het filmpje, die is aan het koken. Maar die is daar niet zo goed in. Zie je, er komt allemaal rook uit de pan. En als ze even niet oplet, komt er een vlam in de pan. Dus mijn eerste vraag aan jullie eigenlijk, wat zou je doen? Zou je er moeten blussen met water? He, of je ouders, als je zelf, als het een beetje te gevaarlijk is. Frits, wat is het goede antwoord? Ja, dat is de deksel op de pan. Ja, want die kunnen we ook toelichten, want hoe ontstaat een brand? Daarvoor heb je temperatuur nodig, zuurstof en een brandstof. En als je de deksel op de pan doet, dan haal je de zuurstof weg en dan is de brand uit. En als we water erop doen, dan komt water bij vet en krijg je alleen maar meer brand. Ja, dus goed opletten. Nou, oké, dat is eentje. Maar wat zou je doen, hè, als je nou die mevrouw nog dommere dingen gaat doen? Dan kan het helemaal misgaan. En dan kan er een grote brand ontstaan, bijvoorbeeld in een huis. Heeft iemand dat wel eens gezien? Ja? Wat zou je doen dan als je zo'n grote brand ziet? Zou je hem zelf proberen te blussen of zou je naar een veilige plek gaan? Ik zie een paar dappere rode kaartjes ertussen. Ja, de mensen die bij de brandweer willen, die gaan zelf blussen, zie ik al wel. En Frits, wat zouden we doen als we zo'n grote brand zien? Ja, je ziet dat de vlammen komen al naar buiten. Daar kunnen wij zelf niks aan doen. Daar heb je echt de brandweer voor nodig. Dus dan is het belangrijk, zoek de veilige plek op. Ja, en bel de brandweer, hè? En bel de brandweer, die kunnen dat wel. Nou. Oké, maar dit zijn nog branden. Wat als het nou echt misgaat? Dit is een filmpje uit Limburg. Ik kom zelf uit Maastricht. En dit zijn de overstromingen 3 jaar geleden. Toen was er zoveel regen en zoveel water dat de rivier, de Geul en ook een deel van de Maas, zoveel water doorheen kwam dat die overstroomde. En dat mensen niet meer in hun huis konden blijven, dat ze weg moesten. En dit komt steeds vaker voor. Hè. Dit is in Limburg. We hebben het een paar weken terug ook meegemaakt in Oostenrijk en Roemenië. Op steeds meer plekken komt dat voor. Stel je eens voor dat er bij zo'n ramp, hè, als het zoveel water is en je moet je huis uit, wat zou je dan doen? Zou je vluchten of zou je blijven en proberen te helpen? Kijk eens. Ja, het is een beetje van allebei, hè? Ja. Wat denk jij, Frits? Wat zou jij doen? Ja, ik ben bij de brandweer gegaan om mensen te kunnen helpen. Maar ik denk dat er geen goed of fout hierin is. Nee. Bij de ene personen past het om te vluchten en voel je er goed bij. Help elkaar dan vooral. Ja. Ja, dus je moet vooral zorgen dat je zelf veilig bent. Maar we zien bij grote rampen dat we elkaar ook wel kunnen helpen. Want mensen die gered moeten worden, die moeten natuurlijk ergens naartoe gebracht worden. Die moeten een slaapplek hebben, die moeten eten hebben, die moeten onderdak hebben. Het gaat niet alleen maar om mensen uit het overstroomde gebied te halen. Er komt nog veel meer bij kijken bij een grote ramp.
En we hebben hier onderzoek naar gedaan, samen met het Rode Kruis. En daar zijn we achtergekomen dat bij grote rampen, hè, je hebt misschien wel eens de aardbeving in Turkije vorig jaar, of de stormen die in het Caribisch gebied, of de orkaan in Amerika. Wat we zien, als er zo'n grote ramp is, dat 90% van de mensen geholpen worden door andere mensen. Dus als je 10 mensen zou pakken, dan zou eentje van die is de hulpverlener, de brandweer, en alle 9 anderen zijn jullie. Dat zijn jullie buren, jullie familie en jullie vrienden. En dus als er een grote ramp is, dan kunnen we niet alleen maar rekenen op de hulpdiensten, dan moeten we ook vooral rekenen op elkaar. Misschien heb je een slaapplek nodig en kun je terecht bij een vriendje. Of heb je familie die op een veilige plek is waar je terecht kan. Of kun je eten krijgen op school bijvoorbeeld. Nou, bij grote rampen komt dat vaker voor. Dus niet alleen bij de ramp zelf, maar ook alles wat erna gebeurt. He, want ja, als een huis verwoest is door een aardbeving, duurt dat natuurlijk een hele tijd voordat dat weer opgebouwd is. Voordat je weer een veilige plek hebt. Als je school verwoest is voordat je weer naar school kan, ja, moeten we allemaal reparaties plaatsvinden en moeten we iets anders vinden om les te geven. Nou, hoe gaat dat dan in de praktijk? Nou, probeer je eens even voor te stellen. Het is gelukkig niet echt, want ik heb begrepen dat het vandaag mooi weer is. Nou ja, in de collegezaal zie je dat nooit, hè, want we hebben hier bijna geen ramen. Maar stel je voor dat er toch een overstroming zou zijn in Tilburg. Wat zou je dan allemaal nodig hebben, denk je? Wat zou je doen? Als eerste de brandweer bellen. De brandweer bellen? Heel goed. Wat nog meer? Ja, roep maar. Boot. Een boot zoeken. Ja. Heb je een boot? Ja. Opblaasboot. Ja, roep maar. Een veilige plek zoeken? Ja, een hoge plek. Een hoge plek, ja. Ja, mijn kantoor is op de 9e verdieping, dus ik zit op zich goed. Ja, wat zou jij doen? Zeg maar. In een boom klimmen. Ja, ja. Wat zou jij doen? Ja, zeg maar. Heel snel vluchten. Ja. Zouden jullie ook elkaar helpen? Ja. Ja. Oké, laten we dat eens even proberen of we elkaar kunnen helpen. Als het goed is, hebben jullie ook 2 witte kaartjes gekregen, toch? Ja? Op die kaartjes, kijk even goed. Op 1 kaartje staat iets wat je zoekt, iets wat je nodig hebt, iets wat je gaat zoeken zometeen. Dus dat kan zijn een bed, water, EHBO, eten, een telefoon of een tent. Dat is iets wat je gaat zoeken. En de andere is iets wat jij hebt en dat je kan weggeven aan iemand anders. Dus misschien zoek je een telefoon en heb je een tent en de tent kun je weggeven. Snappen jullie dat? Ja? Dus je moet dadelijk, als het goed is, ga je proberen 2 dezelfde kaartjes. Hè? Dus je zoekt een tent en je probeert een tent te vinden van iemand anders. Oké? Nou, probeer maar even. Kijk of jullie elkaar kunnen helpen. Je mag opstaan, hè. Je mag ook hier aan de andere kant. Jij moet eten proberen. Lukt het bij jullie? Of iemand anders eten heeft. Ja, dat is en goed. Deze kun je weggeven. Jij zoekt een telefoon. Kijk of iemand anders een telefoon aan jou kan geven. Heel goed. Heel goed. Jij moet nog een beetje ruilen. Jij zoekt een bed. Frits. Ja. Oké. Stop even. Stop even. Ga even zitten.
Ja, Frits, wat was er nou aan de hand eigenlijk? Ja, vonden jullie dit redelijk gestructureerd gaan, zoals we dat noemen met elkaar? Was er een beetje organisatie in? Wisten we van elkaar wat we nodig hadden en van de ander? Wie vond het goed gaan? Groen kaartje. Wie vond het niet zo goed gaan? Rood kaartje. Ja, toch niet, hè? Wat ging er dan niet zo goed? Alles. Was het moeilijk? Wat was er moeilijk? Wat was er moeilijk? Ja, even luisteren. Ja, sorry, zeg je maar. Je kon moeilijk wisselen en de goede mensen vinden om mee te wisselen. Oké. Okay. Ja, wisten jullie van elkaar wat je nodig had? Ja. Wat wil jij zeggen? Je had niet zo heel veel tijd. Je had niet zo heel veel tijd. Ja. Kijk. Het zoeken was moeilijk. Ja. Hey, maar misschien kunnen we dit iets beter doen en iets beter regelen. Als we dat nou eens een beetje anders aanpakken, hè? Want het is heel fijn dat we elkaar willen helpen en dat mensen elkaar willen helpen bij een ramp, maar dat is niet altijd zo'n goed idee, hè? Nu zitten we nog in een zaal, maar als we in het echt allemaal gaan rondrennen en gaan helpen, dan kan het zelfs gevaarlijk worden. Dus als we elkaar willen helpen, dan zullen we iets van spelregels moeten hebben. Dan moeten we wat afspraken maken. En moeten we een beetje, we noemen dat, coördineren en organiseren. Dus laten we het eens even op een andere manier proberen. Als we eerst eens even kijken wat we allemaal hebben eigenlijk. Ja? En dan ga ik even mensen even wisselen op mijn laptop. Dat vinden de mensen die boven zitten altijd heel leuk. Even kijken. Wie heeft er allemaal een bed nodig? Steek je hand eens omhoog. Of steek je groene kaartje maar omhoog. Dat is makkelijker tellen. Als je een bed nodig hebt. Oké? Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oké, okay, we hebben ongeveer 20 bedden nodig. Wie heeft er allemaal een bed? Wie kan er een bed weggeven? Oké, okay, ja. 15 mensen. Wie heeft er allemaal drinken nodig? Ja, 18 ongeveer. Wie heeft er drinken om weg te geven? Oké, okay, 21. Wie heeft er EHBO nodig? Hand omhoog of kaartje omhoog. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, iets minder, gelukkig, minder gewonden. Wie heeft er EHBO om weg te geven? Ja. Oké, okay, we zijn er bijna. Wie heeft er eten nodig? Oh, er zijn meer mensen met honger. 1, 2, 3, 4, 5. 26. En wie heeft er eten om weg te geven? Oh, dat zijn er een hoop. En wie heeft er een telefoon nodig? Ik bedoel, in het spel, hè? Ik weet dat jullie hebben allemaal een telefoon nodig, natuurlijk. Hey. Oeh, veel mensen, hoor. En wie heeft er een telefoon om weg te geven op het kaartje, hè? Niet je echte telefoon. En tot slot, wie heeft er een tent nodig? En wie heeft er een tent om weg te geven? Kijk. Nu hebben we een beetje een overzicht, hè? Dus we missen nog 5 bedden. En we missen vooral veel mobiele telefoons, zie ik. Maar dat is in het echt ook zo.
Oké, okay, dus, nou weten we al iets beter wat er aan de hand is. Ja. Ja? Maar we moeten elkaar nog steeds proberen te helpen. Dus laten we eens even kijken of we het iets anders kunnen doen. Als je het kaartje dat je weg kan geven, dus iets wat je hebt. Kijk, we hebben hier een paar hulpcentra's ingericht. Dus breng je kaartje dat je weg kan geven, maar naar de goede plek toe. Je kunt het gewoon op de grond leggen daarvoor. Kom maar, dan mogen jullie allemaal naar voren komen. Hè, dus wat je weg kan geven, leg die maar bij de goede plek. Eentje weggeven, eentje houden. Wat je weg kan geven, die kan je bij de tent leggen. Hebben ze het al opgelost? Heel goed. Maar je mag hem nog steeds weggeven, hoor, als je wilt. De tent is rechtsachter. Ja, dadelijk verlezen. Hè? Ja, straks, je, wat je deze, straks deze, dan doen we alle vragen. Je moet je die goed? Daar... Als je eentje nodig hebt, moet je dan ook ineens... Die komt dadelijk. Goed, maar je mag die nog steeds weggeven, hoor, als je wilt. Dus dit is alleen wat je, dan mag je weg houden, kan dus geven. Ja, is het gelukt? Nee. Welke? Deze drinken, die zit daar. Oh, ja. Oh, daarom zeggen we dat deze, dat je die hebt. Oh, heel goed. Wij zoeken nog mensen, hoor. Dus goed, zeker doen. Moet je wat ik zoek er ook neerleggen? Nee, nee, maar die komt dadelijk. Oh, nou, dan is het al opgelost voor jou. Okay. Heel goed gedaan. Wij hoeven niet, want het is al voor ons opgelost. Ja, deze tent kun je weggeven. Dan is hij goed. Hoef je wel niet in te leven? Ja, maakt niet uit. Mag, maar je mag hem ook houden. Mag kiezen. Oké. Okay. Nu hebben we al onze spulletjes weggegeven. Dus als het goed is, hebben de meeste van jullie hebben ofwel iets gevonden... Dus de meeste van jullie hebben het of gevonden of jullie zoeken nog iets. Dus we moeten nu nog één dingetje doen. En dat is natuurlijk zorgen dat wat je zoekt, dat je dat ook krijgt. Maar dat is nu een stuk makkelijker, toch? Nou. Ik had de juf en de meesters beloofd dat jullie moe naar huis zouden gaan. Dus nou mag je je spulletje komen vinden. Wat je nodig hebt. Doe voorzichtig op de trap, hè. Zo, ik kom gewoon afvliegen. Hey, rust. Die mag je bijhouden. Oh, zijn ze op? Wat is met dit? Wat heb je? Ja, nee, maar je hebt het gelukt. Oh, je hebt drie plaatjes. Nee. Oké, okay, ga maar weer even zitten. Wat zeg je? Mag je drie kaarten? Ja hoor, ga maar lekker zitten. Hier, daar ligt nog een bed. Ik heb één. Jullie hebben het goed gedaan. Ja, dat is goed. Ik zie geen tent. Even kijken. De tenten, maar die zijn op, ja, dus die zijn te kort. En dat geeft niks, dan weten we dadelijk van wat we nog missen. Ja. Toch, want dat zagen we ook in het overzicht. Hè? We hebben niet van alles genoeg. Dat geeft okay, niks. Oké, ga maar even zitten. Wie...
Oké, okay, even kijken. Wie heeft nu twee dezelfde kaartjes? Bijna iedereen, hè? Oh, dan hebben mensen zelfs drie kaartjes. Oké, okay, nou, dat gebeurt in het echt ook, kan ik je vertellen. Ging het beter deze keer? Wie vond het beter gaan? Groen kaartje. Wie vond het niet zo goed gaan deze keer? Rood kaartje. Oké. Okay. Een aantal mensen stemmen twee keer, dat mag ook. Heel goed. Waarom ging het beter, denken jullie? Waarom ging het beter, zeg maar? Ja? Sorry? Minder kaartjes die door elkaar gingen, ja. Zeg maar. Sorry? Het was makkelijker, ja. Je wist waar je naartoe moest. Ja, het was allemaal duidelijker, hè? Dus we hadden meer informatie. Ja. Wat vond jij, Frits? Ja, ik vond er een beetje wat meer structuur in zitten. Wat jullie net al zeiden, van ja, je wist waar dat je naartoe moest dus dat, en waar dat je dat kon gaan halen. Dus voor mij ging het ook beter. Ja. Ja, dus dit is eigenlijk wat we, als we met grote rampen te maken hebben, hebben we niet alleen maar een zaal vol kinderen, maar hebben we natuurlijk heel veel organisaties. Dit is een plaatje, dit komt uit het onderzoek voort. En het is een plaatje van allerlei soorten mensen die komen helpen. Dat is het leger, en dat zagen jullie ook in het filmpje. Politie, brandweer, hulpdiensten. Maar ook het Rode Kruis, hulporganisaties, de Verenigde Naties, de Europese Unie, de overheid. Maar ook heel veel mensen die zelf, de scouting, de voetbalclub, jullie school. Iedereen komt meehelpen. Dus het is belangrijk dat we dat, als we zoiets doen, waarin iedereen grote ramp, dat iedereen komt helpen, dat we het goed organiseren. Hè? Want anders hebben jullie gemerkt, als we het niet goed organiseren en geen spelregels maken, dan wordt het snel chaos. Nou, gelukkig zijn er ook wat dingen die ons kunnen helpen vandaag de dag. Want, ja, wat is er de afgelopen jaren, nou ja, voor mij dan in ieder geval de afgelopen jaren, veranderd? We hebben drones, ja? Het klimaat is veranderd, heel goed. Wat is nog meer? Roep maar heel hard. Ik ben ouder geworden. Jij bent ouder geworden, ja. Dat is gedeeld leed met ons allemaal, denk ik. Sorry? Kinderen, ja, iedereen zit meer op hun telefoon, hè? Niet alleen de kinderen. Ja. Ja, we hebben steeds meer systemen, hè, die dingen kunnen doen. En je ziet hier op de plaatjes een aantal dingen die we ook bij rampen gebruiken. Dus mobiele telefoons worden steeds belangrijker. Drones gebruiken we om dingen in kaart te brengen, maar ook satellieten. En ook kunstmatige intelligentie. En denken jullie dat al die ontwikkelingen, al die nieuwe technologie, dat dat helpt bij een ramp? Als je denkt ja, laat je groene kaartje maar zien. Als je denkt nee, dan je rode kaartje. Ik zie al wat twijfelgevallen. Dit is precies waarom we onderzoek doen. Ja? Oké. Okay. Misschien één of twee mensen. Waarom denken jullie dat het wel helpt? Waarom denken jullie dat het helpt? Ja, zeg maar. Ja. En dan kunnen andere mensen zo snel mogelijk de hulpdienst of mensen die je kent, die kunnen dan gelijk naar je toe komen om te helpen. Ja, dus met mobiele technologie, hè, met bijvoorbeeld WhatsApp of andere communicatie, kunnen we sneller elkaar vinden. Hè? Wat we net hebben gedaan met die kaartjes, dat kun je ook via WhatsApp doen. Ja, waarom denk jij dat het helpt? Ja, je kan, hè, zelfs als wij er niet in persoon zijn, dan kunnen we met satellieten en mobiele telefoons, kunnen we nog steeds helpen en dingen in kaart brengen. Nog eentje, waarom denk jij dat het helpt? Ja, je kan sneller om hulp vragen door te bellen met andere mensen. Oké. Okay. En wie denkt dat het niet zou helpen?
Ik zag ook een paar rode kaartjes. Waarom denk je dat het niet zou helpen? Dat is altijd leuk in de wetenschap. Is waarom niet dan eigenlijk? Ja, want we worden afhankelijk van technologie en als dat niet meer werkt, dan hebben we ook een probleem. Of mensen zetten bijvoorbeeld foute informatie op de systemen. Waarom denk jij dat het niet zou helpen? Sorry? Ja, dus mensen kunnen doen alsof ze hulp nodig hebben in andere landen ook al... He, ze doen alsof en het, ze zijn niet eerlijk, bijvoorbeeld. En daarachterin nog eentje, waarom denk jij dat het niet zou helpen? Heel fanatiek het rode kaartje omhoog. Ja, heel goed. He, de technologie, als het niet meer werkt, juist bij een ramp, zijn we er heel afhankelijk van. Nou, dat zijn eigenlijk ook de dingen die ik in mijn onderzoek, samen met de brandweer en de veiligheidsregio, maar ook met de hulpdiensten, doe aan onderzoek. We hebben zo'n probleem. Hoe kunnen we nou mensen elkaar laten helpen? We hebben misschien een oplossing met technologie. Maar wanneer werkt dat nou? Nou, dus ik zal tot slot een paar voorbeeldjes laten zien van hoe dat in het echt gebeurt. Dit is in Indonesië. In 2018, dus dat is al 6 jaar geleden, was er een grote tsunami. Dat is een hele grote vloedgolf die binnenkwam. En dat trof heel veel mensen. Heel veel, volgens mij, als ik het goed herinner, zijn er ongeveer 1200, 1500 mensen omgekomen in die ramp. En daarna zijn heel veel mensen nog dakloos geworden. En je ziet hier een meneer die in een van die getroffen dorpen woont. En hij laat mij op zijn mobiel zijn WhatsApp-groepen zien. Want hij had dan contact met andere dorpen via WhatsApp om af te stemmen wat zij deden... Of er waar de veilige plekken waren, of mensen daar konden schuilen voor het water, enzovoort. En op de tweede foto zie je studenten van de universiteit daar, die bezig zijn op basis van foto's van satellieten, om in kaart te brengen waar overstromingen allemaal zijn. En dat doen ze van achter een laptop in een andere stad. Dus hier zie je dat we bijvoorbeeld met technologie, WhatsApp, met satellietbeelden, dingen in kaart kunnen brengen, zodat we beter snappen waar is hulp nodig, waar hebben mensen informatie nodig. En een recenter voorbeeld, en misschien hebben jullie wel familie of kennen jullie mensen die daarbij geraakt zijn, dit is de aardbeving in Turkije, vorig jaar, in februari. Dat was ook een heel zware aardbeving en een hele grote ramp, waarbij heel veel mensen zijn omgekomen, dakloos zijn geworden. En na de aardbeving zag je dat mensen ook elkaar gingen helpen. Het Rode Kruis bijvoorbeeld, of de Red Crescent, de Rode Halve Maan in Turkije. Maar we gingen ook websites maken waarop mensen konden zien waar kan ik hulp krijgen. Eigenlijk wat wij net hebben gedaan met de kaartjes, maar dan op een website. Waar kan ik terecht als ik medicijnen zoek? Waar kan ik terecht als ik onderdak zoek? Nou, dat hebben we gedaan ook met een stukje technologie... om mensen beter elkaar te kunnen laten helpen in een ramp. En dan de laatste, ja, hier in Nederland, en daar weet Frits misschien wel meer van, gebruiken we dat natuurlijk ook. Wie van jullie heeft wel eens een NL Alert gekregen op de mobiel? Ja. Kan iemand mij vertellen wat daarin zou staan, in zo'n NL Alert? Ja, heel goed. Daar staat eigenlijk letterlijk in wat de overheid adviseert dat er gedaan moet worden. Ja. Ja. Dus dat is ook een stuk nieuwe technologie, omdat steeds meer mensen mobieltjes hebben die we kunnen gebruiken om mensen te informeren bij een ramp. Maar we kunnen ook bijvoorbeeld op social media gaan kijken. Waar zijn de plekken die overstroomt? Hè? Dus op Instagram of Twitter of X kunnen we allemaal dingen vinden. En die plaatjes kunnen we op elkaar zetten, zodat we ook daar... kunnen zien wat er nodig is. Nou, eigenlijk zijn dat allemaal dingen die wij in ons onderzoek doen. En helaas is het ook steeds meer nodig. Want iemand zei al, klimaatverandering. Het komt steeds vaker voor dat er grote rampen zijn. Je ziet hier alle puntjes op de kaart zijn
De natuurrampen van de afgelopen 10 jaar. De grote natuurrampen waarbij internationale hulp nodig is geweest. En het wordt steeds meer, omdat we steeds meer mensen hebben die bij elkaar wonen. Het klimaat verandert, we krijgen met steeds meer extreem weer te maken. En ja, mensen worden ook minder weerbaar. Ze zijn niet altijd klaar voor een ramp. Wie van jullie is klaar als hier in Nederland iets zou gebeuren, denk je? Zouden jullie ermee om kunnen gaan? Ja? Dan stel ik dezelfde vraag nog een keer. Wie heeft er weet thuis en kan hem zo pakken waar een zaklamp ligt als de stroom uitvalt? En wie heeft er altijd water beschikbaar als er geen drinkwater meer is? Want er komt geen water meer uit de kraan. En voldoende wc-papier. Voor de volgende COVID. Ja, bijvoorbeeld. Nou. Dus we hopen dat we jullie... Dus wat we nu hebben gedaan in de colleges, even verteld hoe het zou gaan in de ramp. We hebben een kleine oefening gedaan. We hebben jullie laten zien waarom het belangrijk is om afspraken te maken. Maar dit doen we dus ook in het echt. De veiligheidsregio en de brandweer doen dat. Ik doe dat als onderzoeker. Ik werk voor de Verenigde Naties en de Europese Unie. Dus ik ga zelf ook naar rampgebieden toe om te helpen een overzicht te maken. Om te zorgen dat mensen de briefjes bij elkaar brengen. En we kijken ook in ons onderzoek, hoe kunnen we nou technologie gebruiken om dat beter te doen? Nou, ik hoop dus dat we in dit korte college jullie een beetje hebben kunnen laten zien dat als je een grote ramp is, als er echt iets gebeurt waarbij zelfs de brandweer hulp nodig heeft, dat we ook op elkaar kunnen rekenen. Dat je buren, je vrienden, je klasgenoten degene zijn die jou kunnen helpen. En als we dat doen, dat we wel goed moeten blijven praten met elkaar, dat we afspraken moeten maken om dat goed te doen. En dat technologie, zoals mobiele telefoons of social media, ons daarbij kunnen helpen. Nou, ik hoop dat jullie het een beetje leuk hebben gevonden, het college. En volgens mij hebben we ook nog tijd voor een paar vragen, kijk ik achterin. Hè. Dus, en om vragen te beantwoorden hebben we deze mooie kubus. Dus je mag mij... Ik geef hem even aan Jens. Dan heb ik het niet gedaan als het dadelijk op iemands neus komt. Yes. Dus als je vragen hebt aan mij of aan Frits van de Brandweer, vraag het ons gewoon. Maar ik weet dat er één groep moet gaan. Dus leuk dat jullie er waren. Dank jullie wel. Goede reis. Tot ziens. Oké, dus je kunt hier in de kubus praten. Dus kijk goed. Hier kun je in praten. Wie heeft er een vraag? Wie wil hem als eerste? Nou, dit is wel heel makkelijk voor mij, hoor. Wat doe je allemaal als, hoe heet dat? Brandweer? Brandweerman. Wat doe je allemaal als brandweerman? Nou, dat begint eigenlijk, je loopt met een pieper op zak en als die pieper gaat, dan ga je naar ben je op de kazerne en stap je in de brandweerauto en dan rij je er naartoe. En het eerste wat er gebeurt, is dat je informatie op gaat halen, wat is er nou eigenlijk aan de hand? En dat bepaalt wat je gaat doen. Of er is een brand die we gaan blussen, of er is een verkeersongeval, waardoor we mensen uit de auto moeten knippen bijvoorbeeld. Of er is een lekkage bij een of ander bedrijf die gestopt moet worden. Dat zijn dingen die je bij de brandweer doet. Moet alleen de brandweer komen of ook de politie en de ziekenhuis? Ja, dat is een goede vraag. Dat is eigenlijk bij ieder incident verschillend. Want als we een auto-ongeluk hebben waarbij een lekkage van de benzine is, maar de bestuurder niet gewond is, dan hoeft er geen ambulance te komen. En is hij wel gewond, dan moet er wel een ambulance komen. Dus dat is, per incident is dat verschillend. Daarom is het ook belangrijk als je belt, naar 112 bijvoorbeeld, dat je heel duidelijk vertelt wat er aan de hand is. Want dan weten ze wie er moet komen. Ja. Hoe lang werk je al bij de brandweer? Ik werk nu 10 jaar bij de brandweer. Hoe lang duurt het totdat je tot brandweer bent gekozen, zeg maar? Ja, hoe lang duurt het voordat je de opleiding bij de brandweer die duurt
Moet ik het goed zeggen? Dat is als je een avondopleiding, dus naast je werk nog volgt, dan duurt die 2 jaar. En dan heb je een volledige opleiding gehad. Dan kun je alles daarin. Maar ik geloof ook dat als je vanaf een bepaalde leeftijd kun je ook bij de jeugdbrandweer, toch? Ja, correct. Dus je kunt als je wat ouder bent, kun je ook als jeugdbrandweer al oefenen. Daar zit jij bij? Kijk. Wat kan je het best doen als er een overstroming is? Ah, als er een overstroming is. Ja, wat zou je eens doen? Wat zou jij zelf doen? Naar boven zoveel spullen, zoveel mogelijk spullen verzamelen. Ja. Ja, spullen. En vooral zorgen dat je eerst zelf veilig bent, hè? Voordat je andere mensen gaat helpen. En spullen kunnen we opnieuw kopen, maar ja, jouzelf niet natuurlijk. Dus vooral goed op jezelf letten en goed luisteren naar wat de brandweer of de politie jou vertelt om te doen. Dat is het verstandigste. Over hoeveel jaar zou er weer een nieuwe ramp kunnen komen? Hmm. En dan bedoel je echt een grote ramp zoals een aardbeving of zo? Ja. Ja, ja, het antwoord is helaas niet in jaren, maar in maanden. Dus niet iedere aardbeving of overstroming zie je op het nieuws. Maar het gebeurt best vaak. De afgelopen maand 2 keer al, bijvoorbeeld. Maar zo'n grote ramp, als je bijvoorbeeld in Turkije hebt gezien, we weten nooit wanneer het gaat gebeuren, maar als je over de afgelopen, laten we zeggen, 50 jaar kijkt, dan komt dat 1 keer in de 3 jaar gemiddeld voor. Dus we hadden de aardbeving in Turkije, overstromingen in Mozambique in 2020, in 2018 de tsunami, 2015 de Nepal-aardbeving, dus... Het is niet altijd te zeggen, maar gemiddeld 1 in de 3 jaar hebben we een hele grote ramp wereldwijd. Natuurramp, moet ik er voor de duidelijkheid bij zeggen. Heb je wel eens een hele grote ramp meegemaakt? Wat vind jij een hele grote ramp? Een overstroming of een aardbeving? Ik zelf niet. Kenny die is er al een paar keer als hulpverlener naartoe geweest. Ja, meestal niet meegemaakt, want wij komen meestal vanuit de Verenigde Naties of de Europese Unie nadat het is gebeurd. Maar ja, ik heb dat wel, denk ik, 5, 6 keer ben ik naar zo'n gebied toe geweest. Ja. Ik kan hier ook een... Nee, mama. Oh. Of dat er hier ook zo'n grote natuurramp kan gebeuren in Nederland. Kan hier ook een grote natuurramp gebeuren, Frits? Je zag het denk ik net al een beetje op het kaartje wat je in de presentatie zag, waar dat de stipjes stonden. Wij zitten met ons Nederland best gunstig gelegen. Aardbeving heeft te maken... Denk ik ook met de schorsen van de aardbodem die tegen elkaar aankomen. En daar zitten wij met ons Nederland best gunstig. Ja, dus aardbevingen, zo'n grote aardbeving niet zo snel. Maar ja, Nederland is natuurlijk wel een land dat onder zeeniveau ligt. Of voor een deel in ieder geval. En veel rivieren heeft. Dus overstromingen komen wel voor. Je zag het voorbeeld in Limburg 3 jaar geleden. Toen hadden we hele grote overstromingen. En dat zou best nog wel een keer kunnen gebeuren. Wat vind je eigenlijk zo leuk om bij de brandweer te werken? Vooral mensen helpen. Mensen zijn altijd blij als wij komen. Want die zitten in een situatie waar dat ze hulp nodig hebben. En als je dat iets kan betekenen, ja, dan word ik zelf blij van. Ja. Praat maar goed in de... Even denken. Oh ja. Als je bij de brandweer werkt, maak je dan ook heel vaak mee dat er ook heel veel mensen doodgaan?
Ja, dat is ook weer, dat hoort er helaas bij. Af en toe maak je dat mee, inderdaad. Ja. Maar gelukkig, de meeste mensen die kunnen we redden. Wat als er geen hulpdiensten zijn? Dat is eigenlijk een hele goede vraag. Want als je een hele grote ramp hebt, zoals we bijvoorbeeld wel eens in andere landen zien, dan kunnen we niet altijd op de hulpdiensten rekenen. Want die zijn of te druk, of de hulpdiensten zijn zelf ook getroffen door de aardbeving. Brandweermensen kunnen ook in een aardbeving terechtkomen, zijn er niet immuun voor. En dan moeten we vooral op elkaar rekenen. Dus als jij, ja, ik hoorde al iemand hier zit bij de jeugdbrandweer, dus ik zou vooral vrienden worden met hem. Of iemand die een EBO-diploma heeft, of misschien zelfs iemand die bij de scouting zit, die een tent kan opzetten. Dus dat is een beetje wat we dan moeten doen bij grote rampen, is op elkaar rekenen en elkaar proberen te helpen. Ook al heb je misschien geen brandweeruniform, dat wil niet zeggen dat je elkaar niet kan helpen. Heeft u al een keer in Tilburg een grote ramp gehad? In ieder geval een grote brand waar we bij zijn geweest. Ja. Ja, wat was de laatste grote brand die je... Er was een brand in Oosterhout, daar ben ik vorig weekend nog geweest. Er stonden een paar winkels in brand, het dak van mijn winkelcentrum stond in brand. En daar ben ik ook bij geweest. Waar komt het woord vandaan van brandweer? Sorry, kun je het nog even één keer herhalen? Hoe kom je aan de woord van brandweer? Hoe kom je aan de? Aan het woord. Aan het woord. Poeh, dat is een goede vraag. Ik denk dat het ook een stukje brandweerbaarheid misschien, om er iets tegen te doen, tegen de brand. Goeie vraag, ik heb er zelf eigenlijk nog nooit over nagedacht. Heb je nog meer banen gehad voordat je brandweer werd? Heb je nog ander werk gedaan voordat je brandweer, ja? Ja, eigenlijk het werk wat Kenny onder andere doet, ook onderzoek en kaarten maken van ja, waar is wat aan de hand en welke data kunnen we aan een kaart koppelen, dat heb ik hiervoor gedaan. Ja. Hoe brandt de zon eigenlijk? Want er is toch helemaal geen zuurstof in de ruimte? Dat is een goede natuurkundige vraag. Maar de zon is zo warm en zo groot dat hij eigenlijk zelf zuurstof veroorzaakt en zelf brandt. Het is ook niet altijd zuurstof wat er brandt, maar de zon is zo groot, groter dan 10 keer of 100 keer de aarde. Er zit zoveel zuurstof omheen dat hij zelf kan blijven branden. Maar je hebt gelijk, in de rest van de ruimte is geen zuurstof. Wat kan je het beste doen als er brand in je huis zit? Het beste doen als er brand in je huis is? Ten eerste je ouders roepen. Zelf naar een veilige plaats gaan. Zijn je ouders niet thuis, dan bel je 112 en ga je naar buiten. En dan wacht je op de brandweer. En als je 112 belt, kun je vertellen wat er aan de hand is. Kun je de deur open houden eventueel. Dat de mensen de brandweer naar binnen kan. En kun je vertellen waar dat het brandt en wat er brandt. Daar zijn wij al heel blij mee dat we weten wat er brandt en waar dat het brandt. Want des te sneller kunnen we er naartoe. Wat is de grootste ramp die er ooit ter wereld eigenlijk is geweest? Dat is een hele goede vraag. Maar het ligt een beetje aan wat je telt als grote ramp. Hè? Je kunt het hebben over bijvoorbeeld hoeveel dingen kapot zijn gegaan. Je kunt het hebben over hoeveel mensen er zijn omgekomen. Er zijn ook bijvoorbeeld oorlogen waar heel veel mensen bij zijn omgekomen. Maar als je het hebt over natuurrampen, de laatste, laten we zeggen 20 jaar, een van de grootste is de aardbeving in Haiti. Dat is een eiland vlakbij de Verenigde Staten, het Caribisch gebied, in 2010. En ze weten het nog steeds niet, maar de verwachting is dat toen tussen de 160.000 en de 230.000 mensen zijn omgekomen. Dus dat is bijna iedereen in Tilburg. En dat is een van de grootste rampen geweest, die de natuurrampen door een aardbeving van de afgelopen 20 jaar.
Wat is de ergste tsunami die je ooit hebt meegemaakt? De ergste tsunami die ik heb meegemaakt, of waar ik naartoe ben geweest, is die van 2018 in Indonesië, in Sulawesi. En een van de grootste tsunamis, ook van de afgelopen 20 jaar, nu eigenlijk 20 jaar geleden, is de Indonesië was de op tweede kerstdag, of eerste kerstdag, in 2004. Dus een hele, die heeft heel veel landen tegelijk geraakt, die tsunami. Wat vind je het leukste wat je voor je werk hebt moeten doen? Van wie wil je dat weten? Van Frits? Allebei. Van allebei. Het leukste wat je hebt moeten doen? Nou. Nou, het leukste, ik kan wel zeggen het meest bijzondere. Dat was een brandend pand. Heel veel rook binnen en daar heb ik iemand uitgehaald. Dus daadwerkelijk ook een leven gered. En dat maakt mij wel blij. Ja. En voor mij, een van de leukste dingen die ik vind om te doen, is dat ik allerlei verschillende dingen kan doen. Dus ik kan met de brandweer samenwerken, ik kan voor de Verenigde Naties werken, maar ik kan ook op woensdag kindercollege geven. En dat vind ik ook heel leuk om te doen. Dus steeds iets anders. Hoeveel keer per week ga je ergens naartoe om een brand te blussen? Poeh, dat varieert heel erg. Soms dan gaat de pieper 3-4 keer per dag. En soms gaat hij gewoon een week niet. Dus daar valt eigenlijk niet heel veel om daar specifiek over te zeggen, nee. Dat varieert. Eens even kijken. Ja, nog 2 vragen en dan is het alweer tijd. Hoeveel opleidingen heb je gedaan om brandweer te worden? Kun je het nog een keer zeggen? Hoeveel opleidingen heb je gedaan om brandweer te worden? Ik zelf heb er 2 gedaan. Ik ben eerst manschap geworden. Dus dan mag je achterin in de auto zitten. Mag je alle taken uitvoeren. En daarna heb ik de opleiding tot bevelvoerder gedaan. Dus dan mag ik de inzet coördineren en de manschappen aansturen. Ja. De laatste vraag? Ja. Is het moeilijk om de opleiding voor brandweerman te doen? Sorry, nog een keer? Is het moeilijk om de opleiding voor brandweerman te doen? Brandweerman of vrouw, hè? Ja. Moeilijk niet. Het is vooral met heel veel enthousiasme. En als je iets graag wil, dan kom je heel ver. Ja. Je kunt altijd een keertje komen kijken, hè, bij de brandweer. Ze hebben open dagen of de jeugdbrandweer. Dus als je dat interessant vindt en jullie willen meer weten van de brandweer, kun je altijd op de website kijken of een keer langsgaan bij de brandweer op een open dag. Dan kunnen ze je alles over vertellen. Jens? Nog 1 laatste vraag dan. Nou, vooruit dan. Wat is je grootste brand ooit? Mijn grootste brand ooit, dat was op de Grote Markt in Breda. Daar zat een heel groot restaurant, de 3 gezusters. En die is volledig afgebrand. Daar hebben we heel veel werk in gehad en dan stonden we zelf binnen. En toen waren we net op tijd buiten voordat de boel instortte. Nou, wat een goede vraag hebben jullie allemaal gesteld. Nou, ik heb hier iets voor jullie als bedankje. Want het is heel fijn dat jullie hier zijn. En terwijl ik dat geef, wil ik ook even een heel groot applaus. Dankjewel. Kijk eens aan. Dankjewel. Super tof. Bloemen die niet verwelken. Ja, nee, past heel goed bij mijn hobby. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Ik hoop dat jullie het allemaal leuk vonden. Wie vond het leuk? Ja, heel leuk. Oké, geweldig goed om te horen. Nou, jullie kunnen jullie door beide deuren naar buiten gaan. Daar staat iemand om jullie kaartjes te pakken. Dus je het groene kaartje en het rode kaartje kun je daar inleveren. En ook jullie witte kaartjes. En je krijgt een certificaat. Want het is natuurlijk geweldig dat jullie een college hebben bijgewoond. Dat is supergoed. En dan wens ik jullie nog een hele fijne dag en tot de volgende keer.